Op 13 oktober 2023 bestaat Autorecycling Nederland 30 jaar. Maar hoe heeft ARN zich de afgelopen 3 decennia ontwikkeld? En hoe circulair is de Nederlandse autobranche over 30 jaar? Dat zijn vragen waar vandaag 200 gasten antwoord op krijgen tijdens de relatiedag van ARN hier bij Radio Kortrijk. Hoe kijk je terug op de afgelopen 30 jaar aan geschiedenis van ARN? Er is heel veel gebeurd in die periode. Ik denk dat het construct van ARN heel goed aantoont dat je op deze manier in Nederland heel goede resultaten met z'n allen kan halen. Een bijzonder jaar dus voor ARN, aangezien het precies 30 jaar geleden is dat Stichting Auto en Recycling is opgericht. En met succes, want in Nederland lopen we voorop op het gebied van autorecycling. Al in 2023 kunnen we namelijk ruim 98% van een auto recyclen. Maar dat heeft 30 jaar geduurd en we zijn er nog steeds niet. De opmars van elektrische auto's en een circulaire economie als belangrijk agendapunt zorgen voor nieuwe uitdagingen. Daarom wil ARN tijdens dit jaarlijkse evenement niet alleen hun 30-jarige jubileum vieren, maar ook de keten stimuleren om stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van autorecycling. We willen immers voorop blijven lopen en dat kan alleen als de branche blijft samenwerken. We zijn hier natuurlijk ook om iets te vieren, dus ARN heeft een inspirerende spreker uitgenodigd. En dat is Wiebe Wakker. Deze duurzame avonturier is bekend van zijn project Plug Me In. Een elektrische roadtrip van 1222 dagen en 100.000 kilometer door meer dan 30 landen. Nou, Wiebe, je hebt al een keer het onmogelijke mogelijk gemaakt. Hoe kan ARN het onmogelijke mogelijk maken binnen de autorecyclingsketen? Ja, ik had zelf een ambitieus doel waarvan ik geen idee had hoe ik het kon bereiken. Maar ik ben gewoon aan gaan werken en ik kwam erachter dat gaandeweg mijn reis om het doel te bereiken, ik hulp vond en manieren en vooral mensen tegenkwam die mij hielpen om het doel te bereiken. En dus ik kan gewoon zeggen, begin er gewoon aan te werken en weet zeker dat je dan bij je doel zult bereiken. En samenwerken dus, dat is ook een beetje de key? Absoluut, zeker. Ja, samenwerken, hulp vragen en door blijven gaan. Naast feestvieren en geïnspireerd worden is er tijdens dit jaarlijks evenement natuurlijk ook ruimte voor een serieuze noot. En dat gebeurt onder andere hier. Aan de hand van deelsessies en workshops over nieuwe Europese regelgeving, brancherichtlijnen en kerstverse stimuleringspremies neemt ARN betrokkenen mee in de laatste updates omtrent wetgeving en duurzame en veilige autodemontage. Wat heb ik aan de stimuleringspremie? De stimuleringspremie van ARN is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren met het veilig demonteren en het duurzaam demonteren van koude middelen en andere batterijen. Dus als je apparatuur aanschaft om koude middelen te demonteren of andere batterijen te demonteren, waaronder een heftafel of een airco-apparaat, en daarbij de mensen, personeelsleden, training hebben gevolgd voor het demonteren van die materialen, dan kun je in aanmerking komen voor een stimuleringspremie. En dat loopt behoorlijk op qua bedragen. Dus ik zou zeggen, kijk naar de website premie.arn.nl en kijk of dat je ervoor in aanmerking komt. 30 jaar dus, dat zijn 3 decennia. Dat is een parallel huwelijk. Of ongeveer evenveel levenservaring als ondergetekende. Maar hoe kun je 30 jaar nou beter in beeld brengen dan met een paar prachtige auto's? Die wel klaar zijn voor de sloop. Al met al is er veel veranderd in 30 jaar. ARN werkt nu trots samen met de gehele autorecyclingsketen aan een circulaire economie. Een duurzame keten zonder schade aan milieu en leefomgeving. En dat verandert snel. Wat nu nog niet kan, is straks zeker mogelijk. Gefeliciteerd met het jubileum, 30-jarig jubileum. Hoe gaan de komende 30 jaar er ongeveer uitzien? Nou, toekomst kijken is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld, maar er is enorm veel nieuwe regelgeving komt er op ons af om de circulaire economie in Europa echt te laten werken. En als de hele keten daar ook aan meedoet, dan krijgen wij het als ARN een stuk rustiger. En misschien hoeven we over 30 jaar ook niet eens meer te bestaan. Nou, dat was de ARN Relatiedag 2023. Op naar het volgende event en op naar de volgende 30 jaar.